Nepal. Het land van de Himalaya, de Sherpa's en de bijzondere kloosters. Een land vol cultuur, avontuur en grote contrasten. Aan de voet van de giganten van de Himalaya, in het geboorteland van Boeddha, ligt de stad Kathmandu. Een stad met 1 miljoen inwoners, rijk aan vele culturen, tradities en rituelen. De inwoners van de stad zijn net zo bijzonder, mooi en gevarieerd als het landschap van Nepal. De mensen zijn vriendelijk, open en nieuwsgierig van aard. Toch kent Nepal ook een andere kant. Er heerst ook grote armoede en corruptie. Veel mensen leven in slechte omstandigheden, lijden onder het kastensysteem of onder het gebrek aan een goede gezondheidszorg. Er zijn kinderen zonder ouders. Kinderen die geen enkele kans op onderwijs maken. Kinderen die niet eens een dak boven hun hoofd hebben en zelf moeten zien te overleven. Elke dag weer. Zij leven op straat, verslaafd aan lijm. Stel je voor, een kinderleven dat niets waard is. Gelukkig zijn er organisaties die opkomen voor deze kinderen. Die hun vertrouwen herwinnen, stapje voor stapje. Die deze kinderen weer een huis geven, een thuis. Waar het veilig is. Waar ze een maaltijd vinden en veel broers en zussen. Maar vooral waar ze liefde en aandacht krijgen. Onderwijs kunnen volgen en weer leren dromen over hun toekomst. Een toekomst die voor hen het leven weer waarde geeft. De Nederlandse stichting Straatkinderen van Kathmandu van Lies Vink doet dit ontzettend mooie en dankbare werk elke dag met veel toewijding. Ze zei ze, Didi, ik ben zo blij dat u op ons pad gekomen bent. Want anders had ik hier niet gestaan, weet je. Ik krijg er nou nog kippenvel van. Zo mooi. Ja, mooi hè. Nou, hier zitten we dan in de zon in Nepal. En zeg maar ongeveer 20 jaar geleden ging ik hier onbevangen naartoe. Ik zag zoveel kinderen die op straat leefden en in de meest erbarmelijke toestand. Bijna geen kleren aan hun lijf en altijd honger, want ze vragen altijd om eten. Ik had daar kennis gemaakt met een Belgische vrouw, Inge Brakke. En zij runt al heel lang een kinderhuis. Ze zegt, je bent een engel en je komt uit de hemel vallen. Op het moment heb ik bijna geen vrijwilligers. En ik heb iets van 45 kinderen. Dus ik kan je heel goed gebruiken. Nou, dat was voor mij natuurlijk fantastisch. Want ik wilde heel veel info over straatkinderen. Want inmiddels was ik wel achter dat ik die groeperingen zou willen helpen. Ik was natuurlijk intussen steeds bij Inge. Maar intussen waren haar vrijwilligers weer terug en haar personeel. Er waren zoveel straatkinderen. Ik ga voor mezelf beginnen. Dus die eerste 6 jongens die ik al had. En langzamerhand is dat uitgegroeid. En als we even naar het eind springen, dan weten jullie dat ik nog een paar weken geleden 80 straatkinderen had of 90. En nu is het teruggebracht naar 54. Dus het is eigenlijk heel leuk als je dan merkt dat ze wat ouder zijn. En ze hebben dat gered, ze hebben die skilltraining gedaan en ze zijn klaar. En dan gaan ze echt wonen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja, ik ben zelf 11 jaar geleden inmiddels alweer in aanraking gekomen met Lies. En ik werd gewoon geraakt door deze vrouw. Ik heb een aantal maanden daar gewerkt en jaren later broeide nog steeds iets in mij van ja, wat zouden we kunnen doen met onze stichting, met onze collega's? Ja, wat we gedaan hebben de afgelopen 1,5 jaar, want we hebben het niet alleen over Nepal, maar over een behoorlijk voortraject ook in de aanloop daar naartoe. In het voortraject is het belangrijk om zoveel mogelijk sponsors te zoeken. En het verhaal en de hulpvragen duidelijk te maken, zodat ze weten waarvoor ze geld gaan sponsoren en wat ze nodig hebben daar. En daar geld voor in te gaan samelen. We hebben op een beursvloer gestaan met elkaar, we hebben matches gemaakt. We hebben daar wat Chromebooks kunnen regelen, wat laptops, die we uiteindelijk ook mee hebben kunnen nemen naar Nepal. Ontzettend veel winterjassen meegekregen, want je ziet die hele bergen en je denkt, nou, dat gaan we nooit in die koffers krijgen. Nou, lang leveren vacuümzakken. En zo hebben we gewoon ieder kind die in het tehuis woont, hebben we een nieuwe winterjas kunnen geven. Een aantal nieuwe spijkerbroeken per kind ook echt. Ja, dat is natuurlijk echt te gek. Dat is echt heel tof. Ja, en dan is het zover. Dan is het zaterdagochtend. 9 uur. Ja, dan maak je klaar om naar de Helderse Vallei te gaan, om daar te vertrekken. Koffers mee, uitgezwaaid door familieleden via Julianadorp, waar ook de oude Meerwefco's Global groep stond om ons uit te zwaaien.
En ja, naar Schiphol toe. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Wat er nog leuk is. Ja, nu is het nog leuk. Oké, tof. Zijn jullie klaar voor? Ja, we zijn nog even klaar voor. En vanuit Schiphol in het vliegtuig naar Doha, Qatar. Un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour. Ja, dan kom je aan op Doha en dat is echt, ja, dan kom je in een soort van pop-up, glitter, glamour luchthaven terecht. Bizar, zoveel. Zo enorm overloaded met rijkdom. En daarvan ga je door met een iets kleiner vliegtuig en kom je aan in Kathmandu. Ja, en dat is even een ander verhaal. Koffertje erdoor, pasje erbij, ik weet het niet. Maar je bent even bezig. Dan sta je in de rij, je bent een koffer kwijt. Oh nee, toch niet, want hij had een andere kleur. Wat was er nou met je koffer? Ja, lang verhaal. Ik zoek naar een grijze koffer. Ik vraag aan die meneer, waar is mijn grijze koffer? Meneer, ging mijn grijze koffer zoeken, kom je terug met de groene koffer. En toen zei je, oké, doe die maar. En uiteindelijk kom je uit de luchthaven. Ja, dan is het ook wel heel tof om te zien wat zo'n eerste aanblik, zo'n eerste kennismaking met de geuren, kleuren, geluiden van de stad, ook met de groep doet. Dat we geland waren in Nepal en we gingen het vliegveld af. We kwamen in die stad en het was echt één grote chaos. Het was auto's, toeteren, mensen die wat van je wouden. En toen dacht ik echt, god, waar ben ik beland, weet je wel. En als dan ook eenmaal nog de taxi gaat rijden, dan kom je helemaal in een straatbeeld terecht van wat gebeurt hier? Ja, het is gewoon heel anders dan dat het hier is. Heel druk op de weg vooral, daar hebben we onze ogen uitgekeken. En ja, het verkeer raast voorbij. Er rijden kleintjes op motoren tussen ouders in zonder helm. Je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Maar waar we uiteindelijk terechtkwamen was heel mooi. Kom je aan in het guesthouse en dat is eigenlijk een oase van rust in de wijk Budanat. Ja, dat is echt een heel mooi, ja, fijn plekje waar het heel rustig is. In tegenstelling tot waar we doorheen gereden waren. Dan kan je heel even bijkomen en je heel even landen van, jou, jongens, waar zijn we nu met elkaar? En dan heb je dat kopje koffie op en dan moet je eigenlijk door, want dan begint het programma. En het eerste wat je dan doet is een kennismaking met het tehuis. Dus daar zijn we naartoe gelopen. Ja, de weg erheen maak je natuurlijk al van alles mee. En je komt aan naar een wandeling van een minuut of 10. Dan is het voor mij een heel mooi weerzien met de kinderen. En voor de groep een heel mooie eerste kennismaking met de kinderen. En het tehuis en de staf. Kinderen super blij, super welkom. En de dames van het ziekenhuis moesten gelijk door. En eigenlijk stonden wij, Lydia en ik, als eerste op het programma om ons workshop te geven 's avonds. De eerste workshop was voor de kinderen in het huis, jongens, meiden apart, seksuele vorming.
En dan heb je ook gelijk wel een pittig onderwerp te pakken. Zeker voor een land als Nepal. Hoe gaan we ons hierop voorbereiden van wat mag, wat kan, wat willen ze eigenlijk? Maar op een of andere manier hebben we denk ik zoveel meer kunnen beantwoorden en kunnen doen dan we eigenlijk van tevoren gedacht hadden. Ze waren zo gretig naar die kennis. De vragen bleven maar komen en de verhalen bleven maar komen dat ik dacht, wow, dit is... Ja, veel meer dan ik had durven hopen hoe het ontvangen zou worden. Uiteindelijk kwam Wietske met een kistje dat wat Temba van het weeshuis had dat opgehangen. Zodat de kinderen daar nog vragen in konden doen die ze ons wilden stellen. De vragen waren heel divers. Het was zeg maar, meisjes vroegen dingen over menstruatie. Waar komt de pijn in mijn buik en mijn rug vandaan? Dat waren eigenlijk hele, ja, voor ons hele simpele vragen om te beantwoorden. Maar goed, we hebben ook wel indrukwekkende vragen gekregen. Er zat ook een anonieme vraag in. Dat was, why do male people rape female people? Ja, sorry, daar moest ik zelf ook wel even van slikken dat ik dat hoorde. Dat ik dacht, jeetje, wat gaan we daarover zeggen? Wat gaan we daaraan doen? En die hebben we even geparkeerd. Maar zelfs dat konden we uiteindelijk meenemen. Dus dat was echt wel heel gaaf. Ja, dat we uiteindelijk, naarmate we elke dag de week daar nog kwamen in het weeshuis, kinderen ook echt naar je toe kwamen en zeiden, can I talk to you private? En ja, hoe mooi is dat? Dat je eigenlijk weer kan voortborduren op waar je workshop begonnen is. En dat je zo iedereen ook nog individueel misschien kan helpen. Ja, dat was top. Het was heel overweldigend, de workshop die we gegeven hebben. Maar met name aan het eind, dat ze gewoon letterlijk zeiden, thank you for your knowledge. Bedankt voor het delen van je kennis. Dat ik niet durf verwachten dat zo ontvangen werd. Dat was echt heel mooi. Ja, terwijl de workshop werd gegeven door de meiden van de Noordwest Ziekenhuisgroep, hebben wij ons tussen de kinderen begeven en werd er gebasketbald, gevoetbald, getekend, lekker gespeeld. We hebben een rondleiding gehad door het huis, waardoor je echt een heel goed beeld kreeg van hoe werkt het eigenlijk? Hoe wordt er hier geleefd? Hoe wordt er hier samen geleefd? Hoe doe je dat met voor 100 kinderen eten, koken, wassen? Ja, dat is natuurlijk wel echt een verhaal apart. Je weet nooit wat je gaat verwachten, echt niet. De eerste avond waren we bij het kinderthuis en we hoorden opeens een soort van kindergezang. Nou, wij waren eigenlijk al een beetje aan het kijken, waar komt dat gezang vandaan? En op een gegeven moment ging dus dat hek open en we zagen nou honderden monniken bidden, geluid maken met elkaar, samen zijn. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik zei tegen Mitchell, gebeurt het nou echt? Dat verwacht je totaal niet dat achter dat hek gebeurt. En daar vandaan zijn we weer teruggegaan naar het huis. Ja, dan wil je eigenlijk nog maar één ding en dat is slapen. Maar goed, dan heb ik nieuws voor je. Dat doe je dus niet. Want 's nachts zijn het de honden die regeren over de straat. Weet je nog ergens je oordoppen te vinden, lukt het toch om eventjes te slapen? En hoor je 's ochtends al heel vroeg de eerste geluiden van een soort van schooljudo of zo, wat dan plaatsvindt om 6 uur op het plein. En dan ga je eruit. Dan begint je volgende dag. Dag 2, we hebben een kennismaking met de school. Eerste kennismaking en met het ziekenhuis. Ja, daar worden we ontzettend hartelijk ontvangen met een uitgebreide ceremonie. Bloemen voor iedereen, een mooie sjaal voor iedereen. De stoelen staan klaar op het podium. Alle kinderen staan strak uitgelijnd. En dan word je heel warm welkom geheten door de Jeff & Tara Academy. Maar de vorige dag waren we langsgelopen. Je ziet wel de grote deur. Zie je wel, maar ja, wat tref je achter de deur aan? We hebben natuurlijk al van de vorige groep mooie beelden en filmpjes gezien.
En nu gingen we het zelf ervaren. Dat was wel een hele happening, best indrukwekkend. Toen we binnenkwamen waren ze ook net bezig met de opening. Kinderen zingen het volkslied, zingen het schoollied. Je krijgt mooie woorden en ja, met elkaar sta je dan aan het begin van een hele mooie week eigenlijk. You all will be carried forward to this amazing week. Na die eerste ceremonie bekijk je dan de school. Nou, dan val je natuurlijk van de ene in de andere verbazing. Van de toiletten, nou, je wil het niet weten. Tot de lokaaltjes, hele kleine lokaaltjes, bankjes. Nou, je kunt echt niet bewegen. De muren zijn gewoon te smerig om naar te kijken. Geen ramen, geen verwarming, helemaal niets. En toch wordt er behoorlijk goed lesgegeven. En dan realiseer je dat dat dus ook kan, zonder alles wat je hier hebt. Ja, eigenlijk tref je een school aan waar eigenlijk minimale producten klaar liggen waar je iets mee kunt. Dus dat was echt geweldig. Dennis had enorm veel spullen al zelf meegenomen. In zijn koffer waren eigenlijk ook nog 36 jassen en andere spullen tussen zaten. Maar dat had hij enorm goed voorbereid. En eigenlijk heel veel tools gegeven, ook wat ze kunnen gaan doen. Om uiteindelijk bewegend leren wat meer in hun programma te doen. Dus waar zijn we vooral mee bezig geweest? We hebben krijt gebruikt, zodat kinderen gewoon simpelweg op de tegels kunnen schrijven, op het plein. Dus je bent eigenlijk continu bezig met om je heen kijken van nou, welke materialen vinden we hier en kunnen we daar misschien een rekenles mee doen? Ja, het is gewoon echt heel statisch. De kinderen zitten en luisteren, bewegen heel weinig. En ze vinden het wel belangrijk, maar ze weten gewoon niet hoe ze het aan moeten pakken. We gingen op een gegeven moment naar het ziekenhuis met de verpleegsters. We liepen door honderden straatjes en ineens waren we Mitchell kwijt. En dat was wel echt een avontuurtje. Want het was best wel een beetje spannende straatjes ook waar we in liepen. Toen kwam ik op een gegeven moment op een pleintje en toen kon je 8 verschillende kanten op. Maar ja, ik zag niemand meer. Maar goed, op dat pleintje was ook veel te zien, want er was een soort grote boom met allemaal weer... iets van het geloof en dan kwam hier een oud mannetje aan en waar ik vandaan kwam en wat ik hier deed en ja, dat wist ik eigenlijk ook niet, ik was iedereen kwijt. Dus wij teruglopen en zoeken, oh, we dachten, oh, hoe kan dit nou weer gebeuren? Waarom nou weer Mitchell? Maar uiteindelijk vonden we gelukkig Mitchell. Die had zijn taak heel serieus genomen, hij moest ook beelden maken van de straat. Ja, dat deed hij zo serieus dat we hem kwijtraakten, want hij gaat er helemaal op. Ik denk dat het super belangrijk is dat je ook zo iemand meeneemt, omdat diegene gewoon echt kan weergeven waarom het zo belangrijk is dat je daar met elkaar naartoe gaat. En dat kun je ook doen door middel van een filmpje op je mobiel en dat samenstellen. Maar ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat je dat op professionele wijze kunt weergeven, zodat je ook andere partners bijvoorbeeld hierin kunt aantrekken. De reden ook waarom wij mee zijn gegaan, tenminste ik, om dit vast te leggen is, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waar gaat het heen? Dus het is wel heel mooi om dan te laten zien van wat iedereen daar nu eigenlijk doet. Dus waar het geld gaat, heen gaat, nou, naar het tehuis. Maar ook wat de leraren doen, wat geven die nou voor les? Wat proberen die nou mee te geven aan de mensen daar? En in het ziekenhuis hetzelfde, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En weet je, de verhalen die iedereen meeneemt en thuis vertelt, dat is natuurlijk één ding. Maar om zo'n film te maken, dan krijg je er ook echt een plaatje bij van, ja, hoe was dat nou? Ja, voordat we het ziekenhuis inkwamen, toen zagen we een hele rij staan en zagen we dat mensen echt handje contantje moesten betalen voordat ze überhaupt het ziekenhuis in gingen. Dus de zorg daar is sowieso een groot deel anders dan wij die kennen. Dat is best wel heftig als dat het eerste is wat je ziet. En jij als Nederlander gaat langs de rij, wordt opnieuw hartelijk ontvangen. En krijg je ook daar eerst een rondleiding waarin je van de ene verbazing in de andere valt. Eigenlijk het eerste wat ik dacht was, jeetje, wat hebben wij veel. Wat is het bij ons goed georganiseerd, het materiaal. Maar het mooie vond ik dan wel dat je ondanks die weinig, dat gebrek aan middelen. Laat ik het zo zeggen, gebrek aan luxe middelen. Want ze zeiden, we komen niks tekort. En dat was eigenlijk zo mooi. Zij ervaren niet, we hebben gebrek aan middelen. Maar ze doen het met de middelen die ze overal vandaan hebben gekregen. De kennis was echt op orde. En dat was wel echt heel mooi om te zien. Je gaat gewoon een beetje 40, 50 jaar terug in de tijd, denk ik. Er was wel bijvoorbeeld heel veel medicatie. Ook wel herkenbare dingen zoals wij dat zien. Maar ja, het
staat allemaal gewoon bij de kindjes in dezelfde ruimte. Ja, er zijn hier wel echt hele, hele scherpe veiligheidsmaatregelen en alles achter slot en grendel. Ik vond het wel een bijzondere ervaring in het ziekenhuis. Ja, en alles wat je meemaakt, alles wat je doet en beleeft met elkaar. Het is daarin wel heel belangrijk om ook een stukje rust in te passen. Het bezoek aan de stupa vond ik heel erg mooi. We zijn de eerste keer overdag geweest en dat vond ik al heel erg leuk. Toen hebben we het vanaf een dakterras mooi kunnen bekijken. Mooi om ook gewoon de lokale mensen daar te zien die daar hun rondes doen en te zien hoe dat gaat eigenlijk. Ja, en dan is het moment aangebroken om aan de slag te gaan met de leraren. En de workshops te geven. Leraren hebben zich in twee groepen verdeeld. Op basis van affiniteit. Dus dat, wat wil ik leren? Nou, de ene groep had zich ingeschreven voor bewegend leren. Active learning. En de andere groep voor social-emotional learning. Dus echt het sociaal-emotionele deel, weerbaarheid. En onze collega's gingen daarmee aan de slag. Ik ben daar met Dennis van Schie, mijn buddy, bezig met bewegend leren. Dus we hebben workshops aangeboden aan de mensen, aan de teachers, aan de leerkrachten. We hebben eigenlijk bewegend leren eigenlijk allemaal vormen gegeven met betrekking tot rekenen. Wat ze eigenlijk ook heel makkelijk toe kunnen verplaatsen naar het taal, spelling of naar aardrijkskunde, net wat voor hun relevant is. Ja, ik had er ook heel veel zin in en Marieke ook. En het was wel heel spannend, dus wel heel fijn dat je het samen mag doen. Maar uiteindelijk gingen we met de oefeningen aan de gang en gewoon echt heel praktisch. Gewoon met de leerkrachten. Ze werden eigenlijk steeds enthousiaster. Het was heel mooi om te kunnen zien hoe betrokken en bevlogen onze eigen mensen zijn. Maar ook hoe de Nepalese leraar zijn betrokkenheid liet zien. En dan breekt dag 3 aan. En dag 3... dan ga je echt op school aan het werk, in het ziekenhuis aan het werk. Hands-on, handen uit de mouwen, aan de slag. Toen we binnenkwamen waren ze ook net bezig met de opening. Ja, dat was heel mooi om mee te maken. En daarna gingen wij lesgeven eigenlijk aan de groepen daar. Nou, ik vond het op de school zelf vond ik het best wel heftig om te zien dat de kinderen de hele dagen zaten. Ze zitten in de banken en de leerkrachten zenden. Ze hebben 10 minuten pauze op een dag en de lunchpauze. En voor de rest zitten ze en moet er geluisterd worden. En wat wij dan hebben gebracht is dus dat ze ook daarin mogen bewegen. En juist even ontspannen. Dus even terug naar jezelf. Hoor de geluiden om je heen in de omgeving. Wat hoor je, wat hoor je niet? Zodat ze even uit hun hoofd gaan met alle stof die erin komt. Zodat ze ruimte maken om opnieuw te luisteren. Ja, weet je, kinderen stonden gewoon te trappelen. Mogen wij willen. En daarin probeer je zoveel mogelijk klassen ook daadwerkelijk aan bod te laten komen. Ondertussen aan de leraar te laten zien van ja, maar dit is dus wat we bedoelden. Dus de transfer vanuit de workshop nu naar het daadwerkelijk toepassen. En hoe reageer je dan? Hoe kun je je leerstof ombuigen naar een iets actievere vorm? Ja, dat is heel goed gelukt. Dat is echt heel gaaf. Samen met Mark zorgden we ervoor dat alle Chromebooks die we mee hebben kunnen nemen, daar aan het werk konden. En beneden is het kantoortje van de directeur. Daar is het internet. En dan het hele schoolplein over en dan 3 verdiepingen naar boven is het ICT-lokaal. En ze hadden een internetkabel bungelend over het schoolplein naar de kantoor. Dus dat was al een hele bijzondere werksituatie. We hebben sowieso e-mailadressen gemaakt voor de leerkrachten en de leerlingen. Dat zij in ieder geval wel vanuit Nepal kunnen werken. Uiteraard de Chromebooks ook in het Engels gezet. Dat lijkt me ook wel heel handig. En daarbij heb ik een handleiding gemaakt voor de leerkracht, zodat hij ook vanuit zichzelf straks accounts kan aanmaken voor zijn leerlingen. Maar ook dat hij via zijn accounts terug kan koppelen naar mij of naar Mirjam. Voor als hij nog vragen heeft, dat hij natuurlijk altijd nog in de lucht kan komen. En het is natuurlijk niet dat wij weggaan en dat we zeggen klaar, zoek het me lekker uit. Dus dat is op zich heel fijn dat we nog steeds gewoon een connectie hebben met elkaar. En in het ziekenhuis zelf zijn de dames, de verpleegkundigen, aan het werk gegaan. In de operatiekamer geweest, op de kinderafdeling geweest.
de verpleegafdeling geweest. En daarin vooral heel veel gekeken, ja, wat gebeurt hier nu? En wat kan ik doen om op dit moment daaraan ook een steentje bij te dragen? Je gaat gewoon even terug in de tijd. Als je daar in het ziekenhuis opgenomen bent, en dat zie je wel meer in het buitenland, dat je familie echt voor jou gaat zorgen. Die helpt jou bij de verzorging, die zorgt voor eten. Als dat niet geregeld wordt, dan heb je niks. Er lag daar een meisje met 2 gebroken armpjes, heel veel pijn, heel verdrietig. We spreken niet dezelfde taal, maar de taal van troost is denk ik wereldwijd. Ja, was een mooi moment, absoluut. En ingaand op ook een vraag vanuit het ziekenhuis, dat er eigenlijk voor die kindjes vrijwel niks is, zeg maar, waar ze zich mee bezig kunnen houden gedurende de tijd dat ze opgenomen liggen. En als ik dan zie hier bij ons de kasten vol speelgoed, knutselspullen, had Noordhuis Ziekenhuis echt wel een heel groot pakket ook geschonken. Dat hebben we daar gegeven en nou, die gezichtjes, dat is echt onbeschrijfelijk. En het is wel heel mooi om te zien dat het onze mensen is gelukt. Om ook echt daadwerkelijk iets te kunnen betekenen. En weer helemaal terug te vallen op hun basisvaardigheden. En te werken met eigenlijk niets, maar daarmee wel iets mee te kunnen bereiken. Ja, dat is mooi. Ja, en die avond mogen we bij de leraren thuis gaan eten. En ik werd zelf in een taxi gestopt. En die taxi die bleef maar rijden. En daar zat voor de rest geen leraar in. Wel nee, alleen een taxichauffeur. En we hadden geen idee. Geen idee waar we zouden belanden. We zitten in een of andere taxi. Ja. Niemand weet waar we naartoe gaan, wij ook niet. We hebben echt geen flauw idee. We rijden echt door een struikjes heen. Ja. Waar komen we in vredesnaam terecht? Want je kijkt om je heen en je denkt echt, wat is dit voor een wijk? Wat staan hier voor een huizen? Het is heel verschillend. Je snapt er nog steeds niks van. Het duurde en het duurde. Dus ondertussen wat beeldmateriaal gemaakt van, goh, waar gaan we heen? Hè? We moeten de weg nog wel terug kunnen vinden. Ja, nou, we staan dus nu stil ergens, maar er is niemand te herkennen. Dus hij heeft nu iemand gebeld. We zijn in een buitenwijk, denk ik. En uiteindelijk kwamen we aan bij een super, super lieve lerares. Die stond op ons te wachten. Hi, waar zijn we nu? Dat we daar ook kwamen, we werden gelijk heel welkom geheten door de hele familie. Een tante die ons roept van de overkant. Een oma die een appartement verderop woont waar we op bezoek zijn geweest. En ja, we werden gewoon echt super hartelijk ontvangen daar zo. We zijn met Annemiek. Ja, het was echt super schoon. Het was tot in de puntjes. Binnen de mogelijkheden die ze hebben, was het gewoon verzorgd en opgeruimd en schoon. Hun laten natuurlijk ook een stukje cultuur zien. Ze kregen een mooie tikka op ons hoofd. Je krijgt een sjaaltje om, je mag je schoenen uitdoen, lekker zitten op de bank, kopje thee. En ze nam ons echt mee in de gebruiken en rituelen binnen het boeddhisme. En lekker eten, voor ons echt een bord vol. En voor hun dachten ze echt van, je moet meer eten, want jullie eten echt bijna niks. Ik kreeg een kleine envelopje of en ik dacht van, nou, dit is een kaart met een mooie spreuk. En toen zeiden van, ja, mogen we erin kijken, dat is goed. En daar zat er gewoon geld in. Als je niets hebt en je kan dat toch geven, denk ik, dan kunnen wij nog iets van leren. Ja, en dan zie je dat zo'n, ik wil zeggen een week, maar eigenlijk ben je er maar 5 dagen, dat echt voorbij vliegt. Dan is de laatste dag is daar. En worden er opnieuw lessen gegeven. Nu ook leraren die zelf de lessen geven. Dus het is wat ze geleerd hebben, werd direct toegepast. Zodat ook onze docenten konden coachen daarop. En dan rond je eigenlijk dat deel rond je af. Dus het deel met de leraren, met de kinderen vooral op school. Met je collega's, je nieuwe collega's in het ziekenhuis. Dan zeg je ja, bedankt, maar vooral tot ziens. Want iedereen gaf aan van ja, ik... Of voelde heel erg, ik wil gewoon nog een keer terug. Dit is niet een doeg en tot nooit meer ziens. Dit is een, tot ooit, maar zeker tot ziens. Na de ochtend hebben we gewerkt, zijn we 's middags met een taxi zijn we naar de vallei gegaan, Kathmandu-vallei. Ja, die taxirit, dat is wel een belevenis. Dan kijk je opzij en denk je, oké, behoorlijk ravijntje waar we nu langs gaan. Trek dit autootje het ook nog?
We reden een heel klein autootje, daar zaten we met z'n vijven in. We moesten een heel stijl weggetje op en dat was gewoon in z'n één. Gas is alles en gaan, want anders dan zak je achteruit. Dus ik had wel behoorlijk wat zweten mannen staan. En dan kom je aan bij eigenlijk het startpunt van een hele mooie wandeling. Je gaat door een soort van ijzeren poort, waarin je dan zelf nog eerst al je charmes in de strijd moet gooien om überhaupt binnen te komen, want ja, we zijn gesloten. Nou, dat is uiteindelijk godzijdank gelukt. Toen hebben we een hele mooie wandeling gemaakt. Het is echt prachtig. Ja, nou, ik vond het sowieso heel mooi om te zien. Ik heb de rest foto's en filmpjes laten maken, want ik liep alleen maar... met een heel blij hoofd, denk ik, om me heen te kijken. De kloosters waren echt prachtig. Het was een hele mooie tuin. En de rituelen en de dingen die je daar ziet, ja ook. Dat maakt wel echt de ervaring nog een stukje wijdser. Omdat je anders echt alleen maar de stad ziet. Maar als je ook nog gewoon een stukje van de omgeving ziet, dan leer je het ook nog wel in een breder perspectief te plaatsen waar je eigenlijk bent. Ja, dat is ook wel een hele mooie beleving om mee te mogen maken. Mitchell, ik en Temma zijn op een ochtend de straat op gegaan om te kijken wat treffen wij nou aan 's ochtends vroeg. Je weet dat er kinderen slapen buiten 's nachts, niet alleen kinderen natuurlijk. En je kijkt om de hoek en je ziet gewoon tekeningen van kinderen die ze hebben gemaakt. Maar ook de kranten die ze als deken hebben gebruikt. Omdat het gewoon koud is 's nachts. Nou, de dingen die je dan ziet, helemaal met Temma's uitleg erbij. Dat doet wat met je. Je schrikt ervan. 100. Ja, in het huis hebben we een fantastische man werken, dat is Temba Sherpa. En Temba is dus de manager van het kinderthuis van Marinka Home. En vol passie en toewijding is hij daar iedere dag aan het werk. En wat Temba doet, is letterlijk de kinderen eigenlijk van de straat afhalen. Als hij vertrouwen heeft gewonnen en er is echt geen familie te vinden, of in ieder geval geen familie die voor het kind kan zorgen, dan wordt het kind opgenomen in het tehuis. And once they are in the home, then they have to long way to go. They are going to school, and they do the. If they are not able to go run the school, then they have to go different skill training or this kind of things. And at least for one children to finish their time here in the home, then it takes about 15 years. En dat proces begeleidt Temba eigenlijk, dus van de straat tot in het huis, maar ook de groei in het huis, de contacten met de school, met alle instanties die nodig zijn. And when they finish their skill training and they can get a job and they can live their life by themselves. Zeg maar, hun HAVO-diploma gehaald en ze hebben hun skill training gehaald en ze kunnen nu voor zichzelf gaan zorgen. Het zal niet altijd makkelijk zijn om een baan te vinden, maar dat is in Nederland ook niet. Deze jongens die komen van diep en die hebben heel veel geknotst, die redden het wel. And we can also always keep in touch with them and we always look after them, what they are doing, how they are doing. Als het tehuis voor de kinderen niet was, dan hadden er heel veel kinderen denk ik op straat nog geleefd. Of in omstandigheden die eigenlijk geen enkel kind gunt. Ja, het kinderthuis, die kinderen die stralen alleen maar plezier en enthousiasme uit. Ik kwam binnen en ik kreeg meteen al de basketbal in mijn handen geduwd en ik moest gaan basketballen. Ze willen allemaal naast je zitten, met je spelen, dingetjes aan je vragen, met je kletsen. Je wil ook echt elke dag gewoon weer terug naar het weeshuis, naar die kinderen. Je hoopt gewoon dat je elke dag weer opnieuw iets voor ze kan betekenen, zolang je die week daar bent. Ja. Ja, nou, het is fantastisch wat jullie meegenomen hebben aan spijkerbroeken en winterjas, want die hebben we echt hard nodig. We are always depending on the donation and we don't have any support from the Nepal government. That's the reason that we always working with the people like you. So it's I really like to thank you for your help and I hope we can work in the future also together in the future. And that's what I like to say. Thank you so much. En het verhaal van Martine
die nam ons de laatste dag mee op excursie. Dan gingen we eerst in Kortenoet zelf naar een klooster toe. En het verhaal van, ze noemde het ook haar twee zoons. Dat ze vroeger daar, heeft ze die twee jongens opgevangen. En die zijn dan uiteindelijk in een klooster terechtgekomen. En die twee jongens hebben ons een rondleiding gegeven. Ja, hoe het daar is, hoe hun leven is. Binnen het klooster, buiten het klooster. En heel mooi dat ze dat voor ons wilden doen. En dat wij eigenlijk een kijkje hebben kunnen nemen in hun leven. En dan maak je met elkaar maak je klaar voor die laatste feestavond. Waar een maaltijd voorbereid is. Waar de muziek uit de boksen knalt. En waar een modeshow gegeven wordt met alle nieuwe spullen die ingezameld zijn vanuit Nederland. Vervolgens heel veel mooie dansen, mooie toespraken. De onthulling van de eindopbrengst. En dan had ik de eer ook bekend te mogen maken hoeveel geld we hebben ingezameld met elkaar. En met onze gemeenschap en met alle bedrijven bij elkaar. En dat is een enorm bedrag geworden. Dat is een bedrag daarnaast nog een klein beetje nog zelfs weer bijgekomen. Dus van zo'n 18.000 euro wat je mag overhandigen op dat moment aan Lies, aan Temba, de manager van het huis. En dan zie je dat een Lies geëmotioneerd voor je staat. En eigenlijk zo ontzettend gelukkig is met het feit deze zak met geld ervoor kan zorgen dat het huis weer even door kan draaien. En dat deze kinderen niet terug hoeven naar die straat. Want dat is wat we willen, dat ook zij een toekomst hebben. En dat is waar we ons voor inzetten. En dat sluit je met elkaar heel mooi af. En daarna was het gewoon feest. I am the king of the divan. Onder de Erehaag weg en denk je, ik wil helemaal niet weg, maar ik ga toch maar. We moeten nu gaan. Weet je dat je de volgende ochtend om 4 uur weer op moet om de vlucht, het vliegtuig weer te halen. Via Dubai dit keer naar Nederland. Ja, dat is een mooie laatste avond. Ik wou natuurlijk ook wel iets blijvends doen voor de kinderen in Nepal. En wat je dus kunt doen, is dat je via Straatkinderen van Kathmandu eigenlijk ook een kind kunt sponsoren. En naast mijn eigen kinderen heb ik nu een sponsorkind erbij. Rats, hij is 13 of 14 jaar. Dat kunnen ze niet precies zeggen, omdat ze met straatkinderen weten ze niet precies het geboortejaar. Maar Rats is een superleuke gozer. Het geluk ook dat ik hem ook echt ontmoet heb. Ik heb nog steeds heel leuk contact. Ik krijg mailtjes over een sponsorkindje wat ik heb. Patrick heet hij. Als je nou echt iets wilt doen voor een organisatie waarvan je zeker wil weten dat er niks aan de strijkstok blijft hangen. Ik zeg je, doneer iets voor de straatkinderen van Kathmandu. En dat kan eigenlijk al wil je 5 euro doneren. Maar je kunt ook echt, dus wat ik net vertelde over, je kunt ook een kindje echt direct helpen. En dan denk ik, wat is dat nou eigenlijk? Voor mij is dat gewoon een bedrag. Dan denk ik, dat kan ik missen. En dat wil ik graag missen om zo iemand te helpen. Ja, op die manier kan ik ervoor zorgen dat hij naar school kan, hij levensonderhoud heeft. En dat is alleen maar mooi dat je dat kan doen. Ja, en we hebben met deze partijen, met Druk te maken Kabaal, met Meerwerf Basisscholen, Noordwest Ziekenhuisgroep, hebben een heel mooi fundament gelegd voor dat wat allemaal nog komen gaat. En het is niet een druppel op de gloeiende plaat. Het is echt het redden en het verrijken van een kinderleven, van een mensenleven, van meerdere levens. Maar daarbij ook het verrijken van je eigen kennis. En niet alleen in Nepal, maar ook in onze stad kunnen we kijken, wat kunnen we doen? En dat doen we al met Meerwerf Coast Local. Maar hoe kunnen we ook als partijen elkaar hierin vinden? Waar de vraag ook naar is, onze krachten kunnen bundelen, gezondheidszorg, onderwijs, om gewoon hele mooie projecten mogelijk te maken. Absoluut. Want samen kom je veel verder. Alleen is ook maar alleen. En met elkaar kun je iets heel groots bereiken. Zo'n mooie ervaring. Zulke mooie mensen ontmoet. En ook vooral de groep waarmee wij waren. Echt. Saamhorigheid als groep vond ik heel bijzonder om mee te maken. En heel fijn ook. Dat het ongelooflijk is. Je deelt dingen met elkaar. Je herbeleeft gebeurtenissen met elkaar. Dat, dat,
maakt echt die band in zo'n groep echt wel sterk. Allemaal verschillende mensen, maar echt, ja, allemaal stuk voor stuk super mooi om dit samen mee te doen. En we hadden allemaal dezelfde missie en dat verenigt, dat is gewoon heel warm. Dat is zo leuk. Iedereen had er zin in, iedereen was inspirerend bezig. En als je dan 's avonds lekker met z'n allen zat te eten, dan kon je even de dag doornemen. En dat was ook gewoon echt leuk, want ik heb echt tranen over mijn wangen gehad van het lachen. Ik vond Nepal echt gigantisch indrukwekkend. Ik heb het idee dat we een maand hebben meegemaakt in één week. Super veel indrukken. Een geweldige ervaring die ik niet had willen missen. Overweldigend is er denk ik het juiste woord. Het was echt een fantastische ervaring waarvan je van tevoren eigenlijk niet kunt bedenken dat het zo gaat zijn. Ja, fantastisch om in de relatief korte tijd dat we er waren toch zo'n kijkje te mogen nemen in het land. De mensen, de cultuur, de natuur. Super mooi, bijzonder, indrukwekkend, veel te kort. Indrukken die je opdoet, die neem je ook gewoon voor de rest van je leven weer mee. En je kan echt wat betekenen voor de kinderen en de mensen daar. Het was onwijs mooi om mee te maken. Om als cameraman die kant op te gaan, om overal alles vast te leggen. Geweldig. Fantastisch. Een hele mooie ervaring. Heel indrukwekkend ook. Het liefst als ik mogelijk uit de was, dan zou ik morgen weer teruggaan. En verder gaan met de ontwikkeling die we eigenlijk nu op gang hebben gezet. Ik vind het heel mooi dat ik dat heb mee mogen maken. Voordat ik wegging, kreeg ik een berichtje van een vriendin. Het kwam erop neer dat als je toch maar voor misschien die ene persoon daar een heel klein beetje het verschil had kunnen maken, dan zou het al fantastisch zijn. En dat gevoel heb ik wel degelijk. Ja, absoluut. Ja, als je op zo'n plek aan de slag kunt en je kunt het leven een beetje mooier maken, ja, dan moet je dat volgens mij gewoon doen.